Hey, hallo, Corine hier. Ik was vanmorgen een beetje aan het opruimen in mijn hobbyhok en toen kwam ik een notitieboekje tegen. Ik denk, ach, dat is wel eens leuk om die weer eens op te pimpen. Ik heb er ooit al eens eentje opgepimpt, want ze zaten per twee verpakt. Maar ik denk, nou weet je wat, binnenkort moet ik op de Creadoef staan. En dan moeten we dus ook weer van allerlei dingetjes laten zien. Ik denk, ach, dat is wel eens leuk. Dan ga ik hem met de Snowy Afternoon Line beplakken. En dan... Ja, heb je eigenlijk in principe voor weinig geld heb je een heel leuk cadeautje. Zomaar eens een extraatje voor de kerst. Of als je iemand een verjaardagsfooitje wilt geven. Nou ja, goed, dan maak je een gepimpt boekje en je stopt de centjes hier tussen. Je kunt hem geven. Nou, zoals ik al zei, wil ik het met de Snowy Afternoon Line doen. Ik pak nog wel een paar stansjes uit de andere lijn. Ik vond dit een ontzettend leuk papiertje. Dat zit in het... In een blokje van Studio Light. Want in eerste instantie was ik eigenlijk gegaan voor het hert. Die zit in deze. Even zo. Oh, daar gaat hij. Maar dat kwam natuurlijk niet uit. Die staat eigenlijk net aan de verkeerde kant. Want als ik die erop plak, dan komt mijn touw midden over mijn hert. En dat vond ik nou eigenlijk niet zo leuk. Dus ik denk, nou, dat doe ik niet. Dus. De koffertjes met schaatsen vond ik ook wel toepasselijk. Het hoeft niet per se gewoon echt voor kerst. Het is gewoon een winters cadeautje. Aangezien ik een schoonzus heb die in de winter jarig is, is dat altijd wel weer heel erg handig dat je iets hebt liggen. Nou, ik wil er maar eens mee aan de slag. Ik heb dus paper, designpapier uit de peperpetjes van de Snowy Afternoon. Ik wil de ster gebruiken. Die heb ik al uitgestanst. Komt ook uit de Snowy Afternoon. Deze tak komt uit de Snowy Afternoon. En deze takjes, die zijn uit de nieuwe kerstlijn, uit de Winter Joys. Dus ik weet nog niet wat ik pak, maar ik denk, dan heb ik wat. Nou, dit moet ik nog vastlijmen straks, want dat was van zijn houdertje afgehaald. Die heb ik wel eens gesloopt. Dan had ik dat bovenkantje weer nodig, dan denk, trek ik dat ding eruit. Maar ik denk, oh, nou is het wel leuk om aan het boekje te hangen. Dus ja, laten we maar eens gaan beginnen. Ik wil er ook iets van de cadans erbij gebruiken. Dus die zal ik ook gereed zetten. Ik weet nog niet wat. Het gaat ook zomaar net om het detail. En wat zat ik te verzinnen? Want ik had zo'n afrondponsje. Kijk, hier moet hij gewoon recht. Dat vind ik toch eigenlijk wel het mooiste hoor. Dit is wel niet helemaal mooi afgerond. Maar ja, ik ga het gewoon wel doen. Vind ik gewoon net iets wat netter. Kijk, dan komt die daar. En ik heb deze. Ja, de achterkant daar zie je wel niks van. Maar om hem zo kaal te laten, vond ik nou ook eigenlijk niks. Dus ik dacht, weet je wat? Daar doe ik dus dit papiertje tegen. En dan had ik wel ook bedacht. Zo'n strookje, zomaar een vlechtstrookje. Het is gevlochten. Het is breiwerk of haar. Geen idee, maar... Ik denk, ach, dat vind ik eigenlijk wel leuk om dat er ook bij te verwerken. Dan zit er toch nog iets op aan de achterkant. Dan moet ik alleen even verzinnen. Want als ik hem aan de achterkant. Dan heb ik daar last van mijn papiertje. Daarom heb ik hem denk ik toen niet bewerkt aan de achterkant. Dus dat ga ik eerst eventjes uitvogelen. Want dan moet ik een sneetje in het papiertje maken. En daar moet het touwtje dan doorheen. Dan kan het touw... Nee, je kan er niet bij. Soms kan je er hier van binnen bij, maar dat gaat niet. Nou, dan gaan we het gewoon anders oplossen, want ik wil het toch... Dan ga ik er gewoon een sneetje in maken. Maar dan moet ik wel even precies de maat weten. En ja, dat gaan we dan dadelijk maar proberen te verbloemen. Even kijken hoor. Want hier is mijn... Zo. En ja, dan ga ik eerst maar gewoon op de schuik op de gok knippen. Nou, dat zou ik maar niet doen, denk ik, hè. Ik ga het even uitmeten. Dat is wel even wat slimmer. Want dan komt die ongeveer, zeg maar 2, 2,2 centimeter. Dus als ik dit 2,2 opzij doe, probeer het even een beetje recht. Beetje recht is recht.
Dus als ik hem tot op hier ongeveer knip. Maar gewoon even hulpstreepjes hoor, dat moet kunnen. Kijk, het fijne van deze liniaal is dat er hier dus hokjes zitten. En als je dat dus langs je papier houdt, dan weet je dat je recht zit. Geen idee waar die vandaan komt hoor, want dat wordt me wel eens gevraagd. Maar zulke dingen weet ik niet meer. Ik hobby al zo ontzettend lang, dat ik dat echt werkelijk niet weet. Nou, dan gaan we even kijken. Dat wordt dus uitdaging 1. Misschien wordt het wel helemaal finaal niks. Maar ik los het wel op hoor. Ik vind dat dan natuurlijk weer niet zo mooi. Maar goed, het moet erop. En misschien valt het wel alles mee. Maar het moet er gewoon tussen. Dan moet ik even kijken. Dan moet daar natuurlijk net iets wijer. Hij zou iets hoger moeten. Zo moet hij zitten. En dan moet ik eigenlijk aan de bovenkant. Daar. En daar. Hoop ik dat ik even een klein boutje heb. Daar moet eigenlijk een heel klein frummeltje uit. En dat is hier ook. Dat is net even om die dikte van die elastiek te overbruggen. Even kijken, waar heb ik hem nou geknipt? Heb ik hem alleen daar geknipt? Dit is denk ik nog het rotste stukje. Maar ja, goed. Moet niet altijd makkelijk gaan, hè? En ja, dat heb je ervan als je dan de achterkant ook wil bekleden. Ik vond gewoon weer net even wat meer af. Ik heb er zelf ook een staan, daar heb ik het niet bij gedaan. Ja, goed, dat staat altijd rechtop tegen de muur. Gewoon voor de show. Zie je? Dit komt helemaal goed. Hij gaat ietsjes zo. Ja. Nou, wat ga ik nou doen? Want ik ben altijd van een beetje de randjes bruin maken. Dus dat ga ik toch gewoon doen. Maar ik ga er dadelijk wel een beetje van cadens of zo op smeren. Van wit. Dus dan komt er toch wel iets van sneeuw over. Nou heb ik het me toch warm. Ik heb net mijn houtkachel even opgestookt. Want het was hier koud. Maar het is me nou heet. Nou ja, om nou met het raam open te gaan zitten. Het raam is vlak naast me. En als je nou weet dat het op het moment is regent en waait en gewoon miserig weer is. Ga ik natuurlijk niet voor een open raam zitten. Dus ik zit gewoon lekker in mijn t-shirt. Ik heb het gewoon warm. Maar geeft niet. En ik had hier nog een heel klein smal randje. Kan ik ook wel gelijk even doen. Ben ik nou toch met dat bruine spul bezig. Ik gebruik op momenten walnut steen van Distress. Maar dat is wisselend hoor. Want er zijn meerdere bruine tinten die ik leuk vind. Dus maar net naar wat er eigenlijk in de buurt ligt. En wat nog niet ver op is. Ik zou eigenlijk wel navullingen moeten kopen. Dan kan ik ze weer beter bijvullen. Dan zijn ze weer wat donkerder van kleur. Dit is een nieuwe, dus dat kan je goed zien. Dit geeft goed kleuren. En weet je, dan denk ik, ja. Die paar cent koop ik alweer een nieuw, heel nieuw doosje. In plaats van dat gemodden met die druppels. Ik doe verder toch niks met die navullingen. Dus dan is het ook een beetje onzin. Nou, deze ga ik vastplakken. Ik denk dat dadelijk eigenlijk het laatste toefje het meeste werk weer is. Maar goed, dat gaan we zien. Even proberen langs die stukjes waar ik... even ingeknipt heb. Nou, dan gaan we
even mikken. Eigenlijk hè, zie je er gewoon heel weinig van. Ik vind het niet echt storend. Zelfs mijn potloodstreep zat er nog op en die is niet storend. En hij ligt natuurlijk in principe gewoon op zijn gat, hè. Dus nee, ik laat het zo. Ik ga hier verder niet aan doen. Ik ga wel even met een gummetje erover. Dat dat een beetje uit zicht is. Want dat zie je eigenlijk nog het meest. En weet je, nou vouw je hem ook lekker plat gelijk. Nou, dan zie je er eigenlijk niks meer van. Nou, dat is mooi opgelost. Dan ben ik stom geweest, want ik had hem eigenlijk gewoon gelijk af moeten knippen. Maar dan pak ik deze wel even als maat. Even kijken hoor. Is die denk ik nog net een streepje te lang. Dus ja, wat moet je anders doen met dit weer, hè? Lekker aan de hobby. Maar is voor mij altijd wel een excuus, hoor. Om lekker aan de hobby te kunnen. Of het nou goed weer is of slecht weer. Ja, of het moet nou echt heel erg warm zijn. Want ik hier wegzweet, dan kan je niet zeggen lekker aan de hobby. Maar voor de rest is het voor mij altijd weer om te hobbyen. Zie je het maar meer als een verslaving. Maar dan wel een gezonde. Dus even kijken, want die had ik dan een beetje hier bedacht. Dan is het aan de achterkant ook een klein beetje aangekleed. Ik ga daar verder niks doen. Want in principe is het alleen maar voor het geven. Als ze het boekje per ongeluk omdraaien, dat ze zeggen, oh, leuk. En voor de rest ligt, als het goed is, het boekje gewoon op zijn goede kant. Dan moet ik even kijken naar mijn papier, want er zat een neus. Ja, dat vind ik dan wel leuk dat dat dan weer doorloopt. Die is daarvoor, voor het randje. Ja, ik kan nu wel matig gaan grillen, maar dat heeft geen zin. Want dat ligt aan je boekje, hoe groot jouw eigen boekje is. Nou, die boekjes die zijn echt werkelijk waar overal wel te koop, hoor. Het zij een boekwinkel, het zij een waar ze kantoorartikelen verkopen. Zo. Het is niet zo egaal bruin, hè? Want dat is dan niet mooi. Nu doe ik eerst, want ik wil hem erop hebben, maar ik wil hem niet. Ik wil niet al die punten eraf. Dus die ga ik eraf knippen dadelijk. Waarom? Als je het boekje opendraait en het zit eraan, dan gaat het niet. Dus er mag dadelijk best een groentakje of zo overheen gaan, maar niet al die punten. Die gaan dan toch kapot. Dat is zonde. Dan ben ik bang dat dan de rest ook helemaal uitscheurt. Dus daar heb je niks aan. Dus ik doe hem nou ook even alleen maar in het middelste randje even een beetje doodjeslijm. Nou ja, zoals de meesten wel weten, gebruik ik eigenlijk altijd Dutch to-be-do lijn. En waarom? Nou, dat droogt transparant op. Dus daar heb je, als je knoeit, zie je eigenlijk niks van. Eens even kijken, want ik wil wel. Ja, zo groot mag wel erop. En dan moet ik dadelijk dus even onder die punten die dus wel op mijn papier zitten. Daar wil ik dan even een klein beetje lijm. Anders laat het dadelijk allemaal los. Kijk, en de tijd dat je de ene vastplakt, droogt de ander, want ook dat gaat heel snel. Nou, kijk, nou zit ik er gewoon al bovenop te plakken. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, ik denk dat die andere. Ja, laat ik het maar wel doen. Even die kleine puntjes vastzetten. Misschien is het dan toch slimmer als je hem vast gaat plakken, dat je dan overal eerst de lijm doet. Dan hoef je niet zo moeilijk te doen, net als ik nu doe. Oh,
Nou ja, aldoende leert men, hè. Kijk. Nou, dit vind ik helemaal leuk. Dan ga ik even mijn andere kleine schaartje erbij pakken. Want ik vind die ene die, van Tim Holtz, die, ik weet niet, op een of andere manier vind ik dat voor dit soort werk niet fijn. Deze kan net iets strakker tegen mijn papier aan. Dus het heeft vast te maken met de dikte of zo van de schaar. Ik zou het anders niet durven te zeggen. En ik moet een beetje opletten dat ik natuurlijk wel even in het beeld blijf voor jullie. Nog een klein stukje. Allee. Ja. Kijk. Nou. Dan kunnen we die in ieder geval vast gaan zetten op het boekje. Ik heb hier nog een heel klein puntje. Want anders gaat dat dan, als ze het gaan gebruiken. Misschien zetten ze het ook alleen maar weg. Maar als zou ze het gaan gebruiken, dan beschadigt dat alleen maar. Dat is niet de bedoeling. Nou, ook deze weer even netjes mikken. Zie je dat mijn afgeronde puntjes eigenlijk, of mijn afgeronde hoekjes, net iets wat mooier rond zijn dan die. Maar ja, goed, daar kan ik verder weinig aan doen. Want dat zit eronder. Kijk. Nou. En dit vond ik nou niet storend, want hij loopt wel over de koffertjes. Maar je kunt precies de schaatsen zien. Nou, er zit hier nog een touwtje in. Huppakee, die trekken we even strak. En dan heb ik wel het een en ander weggelegd. Ik moet alleen nog een koordje zoeken. Dat moet ik even zoeken, jongens. Want dat ligt nog diep verstopt. En ik wou van dat zwarte touw. Hempkoord. Ja, heb eens. Want, wat had ik bedacht? Ik vond deze wel leuk. De distel. Die hoef je eigenlijk ook niet echt alleen voor kerstkaarten te gebruiken. Je kan hem ook voor een rouwkaart, is die gewoon heel erg geschikt. Als je hem nou in zwart of zo of in grijs uitstanst en je doet er gewoon twee. Dat er eentje zo gaat en eentje zo gaat. Ja. En dan hoef je eigenlijk verder niet veel te gebruiken. Goed. Van deze, die wil ik toch wel. Ik mag wel een heel klein puntje eruit steken, maar niet te veel. Want dan denk ik dat die dus ook stuk gaat. Ik moet eigenlijk zorgen. Huppakee. Dat moet eraf. En dan kan die dus wat meer zo. Nou, dit vind ik echt een heel erg leuk takje. Die komt dus uit de nieuwe Winterjoys. Die is heel mooi fijntjes. En misschien dat die er dan nog een beetje zo van onder moet komen. Nou weet je, ze moeten hem gewoon maar niet plat wegleggen als ze hem gaan gebruiken. Of als ze hem opendraaien. Dan moeten ze hem maar in de handen gebruiken. Dan kan die een beetje eruit piepen. Dat vind ik dan gewoon net weer wat leuker. En dat gaan we dus ook met die doen. En dan mis ik eigenlijk nog gewoon een takje. Ik mis hier nog een takje. Dus dat ga ik nog even snijden. Nog even een stukje kraft. Even zoeken waar ik mijn kraft heb gelegd. Dat kan hier nog wel uit. Dus dat is even leven. Maar goed, dat is maar even. Hier. En waar had ik het touw voor nodig? Ik ga het eerst even intussen hier een dotje lijm in doen. Of een dot.
komt natuurlijk een dot uit. Dat is niet goed. Die ga ik zo even verkorten. Want dan is die te lang. Dan moet ik wel even oppassen, want het lijm zit nu in het hoedje. Gaat mijn hoedje staan. Dus ik ben even het hoedje aan het leeghalen. Want ik was te snel. Dit is altijd voor mij even het meest om te verzinnen. Eigenlijk moet je nooit zo goed nadenken en gewoon doen. Weet je, ik ga dat ook gewoon maar doen ook. Dan moet wel even die kleine onderdeeltjes. Mocht je daar nou last mee hebben dat die er slecht uitgaan, dan moet je hem er gewoon even twee keer door doen. Het kan best, dat ligt niet aan je stans hoor. Dat kan ook heel goed liggen aan je platen. En ik gebruik op het moment een plaat die eigenlijk op klappen staat. Ik heb al een nieuwe liggen. Maar dan ben ik weer zo'n zuinige. Dan denk ik, ja, maar zolang dat hij het nog doet, doet hij het nog. En vandaag of morgen is het ineens pats. En dan is die kapot. En dan gaat het niet meer. Oké, nou, dit ga ik zo vastplakken. Ik ben wel erg slecht voorbereid. Ik moet nog een lijmpatroontje hebben. Want ik ga het met mijn lijm doen. Mijn hete lijm. Want ik heb zo'n idee. Als je dit veel gaat gebruiken of veel gaat pakken. Dan is dat zo stuk. Dus... Oké, jij komt daar. Dan moet ik even oppassen dat ik niet te veel met mijn handen eraan zit. Aan die lijm. Die is natuurlijk gloeiend. Jij daar. Maar wel heel makkelijk, want dit zit vast. Vast is vast. Kijk. Een leuk toefje zo. Zeg, je zit heel je dingen weg te werken. Hoe heet dat? Ga ik een wit achtergrondje van dit gebruiken? Ik denk eigenlijk dat ik hem een beetje bruin maak. Ik moet er eerst even opleggen. Ik denk dat ik dat gewoon mooier vind. Ja. En dat doe je heel eenvoudig. Je neemt je distress inkt. Hoppakee. Je pakt een spuitje met water. Je spuit het even nat. En dan ga je het er doorheen roeselen. En dan wordt hij dus bruin. Nou, ik ben een beetje zuinig geweest. Dus er komt nog een beetje. Een beetje water. En dan heb je gewoon bruin wondgaas. Weet je dat ik gewoon in mijn hobbykamer meer wondgaas heb liggen als in mijn verbandrommel? Als ik het eigenlijk nodig heb in huis voor iemand, zeg ik, oh ja, sorry, even wachten. Ik moet even naar de hobbykamer, daar heb ik het liggen. Maar goed, ik heb het wel in huis. Nou vind ik het wel leuk dat het zo'n beetje gefrommeld is. Dus ik zet er even die heat tool op, dan blijft dat een beetje zo in een frommeltje hangen. Plus dat het dan ook weer gelijk droog is. Zo, even netjes ophangen. Kijk, dat komt mooier uit, hè? En dan wil ik hem echt zo een beetje op een prop. Dus ik ga echt een beetje proppen naar elkaar toe. Auw, dat had ik al verwacht. En ook zo'n suffert wat dat betreft. Ik heb altijd, als er iets is met hitte waar je aan kan verbranden, 9 van de 10 keer heb ik prijs. En dan roepen ze nog, kijk uit. Ja, dan roep ik daarna, te laat. Zo, nou is, want dit hoedje is net iets korter als dat het vorige hoedje was. En ik wil hem er toch aanhangen, want dat vind ik wel grappig. Dus. Lijm erin.
En dan duwen we hem er even in. En dan doen we er zo nog een touwtje aan, want hij moet natuurlijk hangen. Daarom wilde ik zwart, want ik heb natuurlijk zwart aan, aan die ster. En dan, ik wil altijd wel dat de kleuren een beetje terugkomen. En omdat het bruin ook zat. Denk ik, nou ja, dan wordt alles zo bruin. Ik dacht, dan wil ik hem zwart. Ik wou zeggen, dat wordt zeker ook weer een uitdaging, maar dat valt mee. En nou, die knippen we ook maar gelijk af, want die komt dan ergens daar te hangen. Dat vind ik wel leuk. Deze had ik ook bedacht, dus die gaat er gewoon ook op. Dus kerstballetje. En die doe ik verder niet vast, die doe ik alleen aan de lijn vast hier van boven. Die zakt vanzelf wel. En dan had ik nog een kerstballetje. En die kan ik dan net ietsje van onder pieperen. Kijk zo. Ik heb hier nog een ster. Ik weet niet of ik alles eraan doe hoor. Ik wil ook nog een strik maken. Het hart vind ik wel leuk. Die gaat er sowieso op. En ik had hier nog een bruine ster. Of bloem. Wat is het? Kerstroosachtig. Ik heb hier een cadeautje. Maar dat cadeautje, dat... Ja. Nou, het kan allemaal maar bruin zijn. Dat is ook op zich niet zo'n ramp. Want het wordt toch wel weer gebruikt. Eerst even een strik nog. Want ja, dat hoort er nou eenmaal bij mij. Het strikje moet erop. Alleen dan moet ik wel even zien dat ik hem weer gewoon uit elkaar krijg. Want het is een knoopbende. En dan zeg ik het ook echt netjes, hè. Het is echt een bende. Dit zit zo in elkaar, er is bijna geen eer meer aan te behalen. Maar goed, ik wil een strik van 3. Dus ik heb hier nog weer een puntje. Hoppa. Niet meer naar kijken, dadelijk opruimen. Zo. Ik heb hem natuurlijk weer net buiten beeld gekregen. Ik zal het nog een keer doen. Jullie hebben er soms last van. Je maakt gewoon een lus, net als dat je in je veters... Eigenlijk moet je zien dat dit je schoen is. Het laatste gedeelte waar je je veters strikt. Nou, en dan strik ik zo mijn strik. En dat doe ik zo met kant en dat doe ik met lint en met touw. En ja, maakt allemaal niet uit. En het mag lekker vol. En dan wil ik wel dadelijk even die onderste... Oh. Jij gaat wel vast. Die onderste touwtjes, die twee, die ben ik er net even vergeten af te knippen. Die moeten er wel af. Want dat zijn hele kortjes. En dat vind ik niet mooi. Maar die vallen dadelijk gewoon weg. Als ik dat strikje eroverheen ga doen, of dat bloemetje. Een hartje. Zelfs door het papier heen wordt het heet, hè? Dus je moet echt oppassen hoor, met zo'n ding. Kijk, en die komt dan daar nog. En dan vind ik hem eigenlijk ver klaar. Alleen had ik nog bedacht,
En ik moet even, dit moet ik even wegleggen, want dat is niet safe anders. Dit even in mooie etappes knippen. En vouwen. Want ik had nog een tekst van washi tape. En die ga ik gewoon in stukjes doen. En dat doe ik weer zoals jullie gewend zijn. Ik plak het eerst. Ik heb hier een strookje, dat is gewoon groot genoeg, denk ik. Ja. Dan moet ik even kijken. Ik heb maar een klein stukje nodig. Even mijn snijapparaatje. Washi tape is echt helemaal super spul. Er is altijd wel een klein plekje waar je nog iets denkt van, daar moet ik nog wat. Nou, en daar komt dan de washi tape op. Nou, ik snij hem eventjes af. Ik moet even kijken, want hij loopt zo ver. En zo. Komt er maar van tussen. Dat is wel zo makkelijk. Ja. En dat ga ik even in kortere stukjes doen. Wishing you the best. Even de best aan elkaar houden. Wishing you. Komt dan net hier. Ja. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Wishing. Dat hoop ik, want ik zit er een stukje vandaan dat het een beetje... Ik moet hem even recht zetten hoor. Want als de tekst zo heel scheef loopt, dat is niet mooi. Wishing you. Die had ik meer daar bedacht. Ja, dat is het mooie hè, want je kan hier gewoon mee schrijven. Best. Ik kan zeggen, nou ga je me niet vertellen. Wishing you. Die halen we daar hangen. Dan is dat hoekje ook vol. Nou. En dan gaan we... Ik denk de cadens blauw een beetje erg donker wordt en erg somber. Dus ik ga er niet veel van gebruiken. Ik wil er een beetje op die toef daar een beetje van gebruiken. En even zoeken naar mijn... Ja, ik heb deze wel. Ik had liever dat andere. Dat, om te roeren. Nee, die zie ik even niet. Ik heb vast weer ergens anders in gedaan. Ik heb hier ook zoveel potjes staan en rommeltjes. Maar het moet wel even geroerd worden. Oh, help. Want dat zit allemaal aan het dekseltje nu. Is eigenlijk een beetje zonde, hè? Maar zie je, als je het al een keer gebruikt hebt, ik ben er al een keer mee bezig geweest, dan... En wat ga ik nu doen? Ik ga het op een hele andere manier doen dan dat ik het normaal altijd gebruikte. Ik heb het toen gebruikt met... Maar ik wil niet te veel. Dus ik doe het zomaar... Zie je? Klein beetje deppen.
En dan komt er af en toe gewoon zo'n korreltje mee. Want hier zitten korreltjes in. Want je gebruikt al heel snel te dikke dodden. En dan is het niet leuk. Je kan het eventueel ook met een klein kwastje doen. Kan ik ook eens even proberen. Die heb ik hier ook liggen. Dan kan ik misschien net die kleine dingetjes erbij pakken. Die korreltjes. Er zitten harde korreltjes in. Het is echt wel heel leuk spul hoor. Maar als je dit er nou een beetje op doet, dan is het net of het gesneeuwd heeft. Zeker als het dadelijk helemaal droog is en je ziet dan van die donkere, van die harde korreltjes erop. Heeft het gesneeuwd, soort van. Dan zie je, ik doe het echt zomaar een klein beetje. Ik doe het nog een klein beetje langs het randje. Ik moet even opletten hoe ik mijn... Oh, die kan ik natuurlijk wel even tegen mijn dekseltje aan zetten. Heel subtiel. Ik weet dat ik de eerste keer dat ik ermee begon met dit spul, en toen had ik gelijk van die hele dikke dodden. Nou, dat is echt niet mooi. Je moet echt zomaar een klein beetje gebruiken. Het kost geen drol, joh. Dan moet ik dadelijk wel even opletten, want dan smeer ik dat natuurlijk over die... Nou, dat valt mee. Ik had het net dat ik het een beetje op de buiten, op de blaadjes... Ja, dan krijg je dadelijk het boekje niet meer open als het helemaal droog is. Lekker hè, dat gebibber in beeld. Ja, sorry hoor. Het is niet anders. Zie je, zo is het gewoon net of dat er een beetje sneeuw op ligt. Ik vind het hier nog wel een beetje leuk. Beetje daar. Kijken of ik een korreltje te pakken kan krijgen. Ik word er gewoon stil van. Nou, al meer aan deze kant nog een klein beetje van de kerstbal. Dan hier op zijn bolletje zo, hier boven. Nou, ik denk dat we het zomaar moeten laten. Ik denk dat we er verder niet veel meer aan moeten doen. Helemaal leuk. Nou, die gaat dadelijk even eerst in de wasstuil. Even afwassen. Dus je moet wel zorgen dat je je spullen gelijk goed schoonmaakt natuurlijk. Hè? Want anders dan kan je spatels en dergelijke en kwasten blijven kopen. Dat schiet niet op. Nou, ik heb weer een heel leuk cadeautje. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond hem leuk om te maken. En heel erg leuk om hem dadelijk weg te geven. Zo, misschien nog een klein beetje hier. Er zit iets van haar in of stof of weet ik het. En dat hoort er niet in. Ja, nou, ik ben er klaar mee, want anders dan ga ik hem dadelijk verknallen. En dat is niet de bedoeling. Dan dank ik jullie weer voor het kijken. En tot het volgende filmpje. Mocht je nog geen lid zijn van mijn kanaal, dan zou ik het leuk vinden dat je je abonneert. En als je op het belletje klikt, dan mis je niks. Tot het volgende filmpje. Doei doeg!